Stanley Menzo won vorige week voor het eerst als nieuwe trainer van Cambuur. En thuis tegen de nummer laatst, FC Dordrecht, is het uiteraard de ploeg in het geel-blauw die de aanval zoekt. Met de eerste goede kans voor Rachid El Khalifi. En Menzo ziet tot zijn ergernis dat die kans wordt gemist door deze man. FC Dordrecht dan met de kopbal van Vermuijen en die bal wordt van de lijn gehaald door Randy Rustenburg. Oudspeler van FC Dordrecht voorkomt hier de voorsprong voor FC Dordrecht. En dat ziet ook Gert Kruis, die trouwens begon als hoofdtrainer ooit bij Cambuur. Ruud Rijden dan. Bal op El Khalifi. Hij heeft wat moeite met Van Meijer, komt daar toch goed uit. Terheide is doorgelopen en produceert dan deze prachtige treffer. Prima doelpunt van Ruud Terheide, die zelf de aanval opzette. En dan is binnen 10 minuten daar de voorsprong voor Cambuur. Het gebeurde trouwens allemaal in de eerste helft. Met hier opnieuw een aanval van de thuisploeg. Danny Guit. Guit gaat door, bal breed. Geen overtreding en dan de 2-0 van Nasir Maci. Die ook scoort tegen zijn oude ploeg. Maar er niet minder gelukkig door is, want Cambuur pakt de tweede overwinning op rij onder Stenck.